Het gebouw van de Staatsraad wordt gerenoveerd. Dit gebouw behoort tot het gebouwd erfgoed van Suriname. Volgens districtscommissaris Ricardo Bolla behoren zulke gebouwen tot het hart van onze binnenstad en moeten zij de nodige zorg krijgen. Projectsupervisor Eline Marengo zegt dat de renovatiewerkzaamheden voor 40% zijn uitgevoerd. Zij geeft aan wat de kosten zijn die met de renovatie gepaard gaan. Stadsverfraaiing, stedelijk groen, is bijzonder belangrijk voor ons land. In het bijzonder voor de zo belangrijke toerisme sector. Waar we heel gemakkelijk geld kunnen verdienen. Maar natuurlijk voor onszelf. Wij zelf zullen als landgenoten hier emplooi vinden. Het moet ook prettig zijn voor ons om hier te vertoeven. De uitvoeringskosten zijn gesteld op een bedrag van ongeveer 3 miljoen SRD. De aannemer hierbij belast is het aannemingsbedrijf Suram NV. Het volgende gebouw is het gebouw van het Oud Financiën, meer bekend als het Hoekgebouw. Het verzoek voor renovatie kwam vanuit het kabinet van de president, waarbij er werd aangegeven dat het gebouw wederom in gebruik zou willen worden genomen. Ja, vergeef me dat. Het project is reeds voor 20% uitgevoerd en de uitvoeringskosten van het project zijn gesteld op ongeveer 5 miljoen SRD. De aannemer belast is het aannemingsbedrijf Suram NV. Aldus Eline Marengo. Volgens de ondervoorzitter van de Staatsraad, Urmila Ramlagansing, is het personeel tijdens de renovatie gewoon in het gebouw gebleven. Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken zegt dat er meer dan 600 staatsgebouwen zijn die onderhouden moeten worden. Helaas, vanwege omstandigheden hebben we de verhuizing niet kunnen realiseren, alhoewel het vergevorderd was en het besluit is genomen om toch nog de resterende 2 maanden die nog resten voor de finalisering, om in goed afstemming dat nog komt met de aannemer, om daarin een beetje aan te passen en daarin nog te blijven. Ik zeg dit omdat de heer Mohan heeft aangegeven, is gevaarlijk. Dat weten we, maar we proberen dat op het beste manier te realiseren. Voor ons als staatsraad, een moment waarnaar we hebben uitgekeken, de renovatie van ons gebouw. We hebben lijsten van aanvragen van gebouwen. Staatsraad bijvoorbeeld, een jaar is waar, misschien langer dan een jaar. Elke dag een telefoon of een e-mail van mevrouw Urmi. Elke dag. Maar nu moet ze mijn positie begrijpen. Er zijn zoveel andere urgenten. Dus wat doe ik zondag? Niemand weet dat, maar nu ga ik het weten. Zondag ga ik zelf rijden. Niemand weet dat. En ga zelf mijn beoordeling doen over zwaarwichtig projecten. Dus toen ik kwam, ik zei, Jezus, dit is verschrikkelijk. En zo komen de prioriteiten omhoog. Wanneer ik mijn eigen beoordeling heb gegeven. En dan wordt het voorbereid, et cetera. Dus daarom had het zo lang geduurd. Want er zijn ergere dingen, inderdaad, wat staatsgebouw betreft en civiel technische werken. Naast het gebouw van de Staatsraad worden nog 12 andere gebouwen gerenoveerd.